ontbijt bij FC Dender vanmorgen met onder andere Suleiman Smaic aan tafel. Nochtans kwam hij een jaar geleden naar België om een contract te ondertekenen bij Anderlecht. Iemand is mijn vreugde, normaal is het 6 miljoen, dat is dan trebo da potpišem ugovor, uglavnom su klub rekli da ima neke problema sa srcem, onda sam ostao do iduće srede da pregled izvršim u Austriju, ipak se i tamo potvrdilo da nalaze nisu dobri, onda ništa, sve je propalo ugod. Dus hij is daar 3 keer gekeurd. En alleen bij Anderlecht was hij afgekeurd. Plus in Belgrad, of in Belgrado. En hier toch bij een van de beste dokters, specialisten in het land. Nou, die hebben niks kunnen vinden. En dus traint en speelt Smaic nu bij Dender in plaats van bij Anderlecht. De jongste weken toont hij meer en meer wat hij kan. Met goede acties en een goal in elk van de jongste 2 matchen. Mislim da to nije najbolji moj nivo, mislim da se još tražim u svemu tome, jer ipak 6 mjeseci sam pauzirao zbog odlaska u Anderlecht koji sam imao problema sa srcem, onda sam pauzirao 6 mjeseci, ipak se još tražim. Ja mislim nakon ove godine da ću biti u pravoj formi, ovo je sad tek traženje forme i mislim da se polako vraćam. Ja, om daarna te kijken is het schitterend gewoon. Je ziet dat hoe je hem ook inspelt, die bal. Uit de techniek, hij heeft het overzicht. En met zijn lichaam is hij ontzettend snel. En het mooiste is, hij gaat inlopen scoren, hij gaat de laatste passen. Dan worden we nu een beetje naar het middenveld getrokken, maar hij is een beetje meer vrijer. Ja, dan zie je eigenlijk hoe heel goed hij kan voetballen. En het is zowaar 2-1 voor Dender, die kleine Smaic. Wat een goal. Wat een goal, Suleiman Smaic. Niet gevaarlijk zijn. Nou, dan maar eens van ver proberen. Ja, je moet toch niet vergeten, hij heeft toch 7 maanden niet gespeeld. En dat scheelt een beetje natuurlijk. En nu is hij zich weer helemaal aan het ontwikkelen. Hij komt los. Dus je ziet, in het begin was hij nog even een beetje angstig om een actie te maken. Nou maakt hij die acties, doet hij heel simpel. Dus dat gaat nou weer vanzelf. Dus in principe, als hij zich zo blijft ontwikkelen, ja, dan denk ik niet dat hij bij Dender kan blijven. De voorbije wedstrijden zaten er blijkbaar al scouts in het stadion voor Smaic. Onder andere Ajax en Feyenoord zouden hem volgen. Het is nu op het moment het belangrijkste dat ze... da igram dobro u Denderu, a polako doći sve na svoje mjesto. A to me previše se u ovom trenutku ne zanima. Želim što bolje da igram, a ako bude da doći to sve na svoje, možda na kraju sezone, možda